Dus door het project Leerling Meester, georganiseerd door Kunstpodium T, is dit jaar Antwerpen, de academie, is erbij betrokken geraakt. De mensen die het georganiseerd hebben, hebben het project voorgesteld bij ons in de academie. En toen hebben we daarvoor aangemeld. Het is een jaar of 3 geleden begonnen met alleen studenten van de academie hier in Tilburg. Maar het is zo gegroeid dat we nu met 5 academies samenwerken. We hebben geprobeerd om iets te maken wat niet al te lineair was, hè? Dus wat niet al te overzichtelijk was. En daarom hebben we die titel ook bedacht. Het gaat erom dat er een verbinding gemaakt wordt tussen een aantal jonge kunstenaars, oftewel afstuderende studenten van 5 verschillende academies, en dat die de kans krijgen om samen met een heel gerenommeerde en ervaren kunstenaar een tentoonstelling te maken. De woorden leugens en de ruimte worden, waar denk je dan meteen aan? Nou, dat zit sowieso in mijn werk. Iets paradoxaals, een verschuiving die plaatsvindt in de werkelijkheid. Daar ben ik naar op zoek. Mijn werk is een ruimte die afgesloten is door vellen papier, waarmee dat ik probeer een scherm te creëren waar achter een projectie staat met licht, dat dan de suggestie moet geven van wat er in die ruimte zich kan afspelen, of er zich al iets afspeelt in die ruimte. En als er zich iets afspeelt in de ruimte, wat kan dat zijn? Is dat een interieur? Is dat een exterieur? Is daar een discotheek binnen? Is dat groot? Is dat klein? Dat zijn dus de vragen waarmee dat ik hoop mee te spelen. Ja, kunst is wel het rijk van de verbeelding. En dan is de leugen een stijlfiguur. In de opleiding wordt ook geleerd om logisch te redeneren en te conceptualiseren. En ik heb geprobeerd daar juist een beetje tegenwicht tegen te geven. Dus dat het niet te veel een praatje wordt met een illustratie. En het bijzondere van deze tentoonstelling is dat de mensen hebben durven experimenteren, dat ze eigenlijk speciaal dingen zijn gemaakt voor deze ruimte hier. En dat is juist hartstikke leuk. Niet dat ze met een kant-en-klaar ding dat in de auto hier naartoe transporteren en er niet in neerzetten, maar dat het hier ter plekke gemaakt wordt. En die open houding en dat onderzoekende, dat vind ik heel prettig aan deze tentoonstelling. En toch heeft dat geleid tot een mooi geconcentreerd werk. En dat zal ongetwijfeld ook van doen hebben met de kritische begeleiding door Marien Schouten.